Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 augustus 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Vorige week maakte Daily Minutes al melding van een op hol geslagen satelliet die eigenlijk alleen boven de VS op 144,93 had moeten zenden naar de APRS-frequentie. Door een negatief stroombudget komt de satelliet telkens als hij uit de zon is met lege accu's te zitten, waardoor hij bij opnieuw boeten toch weer op 144,390 begint te zenden, midden in de band die in Europa dus voor meteorscatter wordt gebruikt. Uitschakelen helpt meestal dus maar heel erg kort. Een tweetal opvolgersatellieten voor dezelfde satelliet met dezelfde frequenties staan gepland voor lancering in september en december 2015, heel snel al. Een heel stuk erger zijn de plannen van de Chinese amateurruimtevaartorganisatie CAMSAT. Deze plannen om een negental satellieten genaamd CAS-3A tot en met CAS-3I te lanceren. De Chinese CAMSAT wenst zich hier aan geen enkele internationale afspraak te houden. Zo is er een satelliet met een FM-transponder waarvan de uplink op 144,350 zit. Er is een telemetriebaken op 145,475 en er zijn behalve verschillende gebruikte frequenties op 70 centimeter downlinks en telemetriesignalen in het hele stuk tussen 145,620 tot en met 146,0. Je hoort het goed, waar wij in Europa onze repeateruitgangen hebben. Lancering van de eerste van deze satellieten vindt plaats tussen 7 en 9 september aanstaande. Enig lichtpuntje aan de zaak is dat het hier kleine CubeSat, NanoSat en MicroSat-achtige projecten betreft. Dat betekent dat ze een relatief klein zendvermogen en vermoedelijk een relatief korte levensduur zullen hebben. Dit item is in samenwerking met Oscillonsprog van Michael DL9LBG gemaakt. Verder informatie is te vinden op www.pnlete.nl en op www.oscillonsprog.de. Bij het propagatieonderwerp ging het gisteren over de invloed van sporadische E op de propagatie op de korte golf. Die kan bijvoorbeeld voor kortere skipafstanden zorgen en voor heel veel QSB. Ik maakte daarbij gisteren nog een foutje. Ik zei dat de E-laag tussen 90 en 40 kilometer zat. Dat moet 90 en 140 kilometer zijn. Sporadische E bij de lage en middenbreedtegraden heeft overigens de neiging om vooral overdag en in de vroege avond op te treden. En is meer aanwezig tijdens de zomer dan tijdens de winter. In ieder geval sterker. En bij de hoge breedtegraden vindt sporadische E vooral plaats tijdens de nachtelijke uren. Er bestaan nog meer van dit soort modus, onder andere spread F, maar het voert te ver om die hier allemaal te behandelen. Bij propagatie over de korte golf wordt nog wel eens voorbij gegaan aan hoe het precies zit met het fenomeen van de grondgolf of de ruimtegolf. Tussen 3 en 30 MHz zijn er drie verschillende manieren waarop een signaal vanaf de zender de ontvanger kan bereiken. De eerste manier is de grondgolf. Deze werkt alleen over korte afstanden, recht over de grond dus, maximaal 100 km over land en zo'n 300 km over zee. Verzwakking van de radiogolven hangt hier af van antennehoogte. Vaak moet de antenne hiervoor laag staan. Het type bodem, type terrein, bijvoorbeeld is het bebouwd of niet. En ook speelt de polarisatie een rol. Hoe lager de frequentie, hoe meer verticaal goed werkt en horizontale polarisatie niet. De tweede manier is de directe golf. Dit is de manier waarop bijvoorbeeld ook de golven op VHF en UHF zich voortplanten boven de grond. En het is in belangrijke mate een zichtverbinding waarbij de golven op deze lage frequenties wel veel langer met de horizon meebuigen dan op hoge frequenties en bij licht. De derde modus is de ruimtegolf. Die gaat via de ionosfeer dus. Allereerst het elektron zo basic als maar mogelijk is scheikundig bekijken. Scheikunde pretendeert de materie te kunnen scheiden in elementaire deeltjes die nog de eigenschap hebben van de betreffende te scheiden stof. Dat zijn dus de moleculen. Deze moleculen nemen hun plaats in het scheikundig periodiek systeem dat loopt vanaf waterstof tot en met uranium en nog zwaardere stoffen. De eenvoudigste stof is waterstof, met maar één proton en één neutron in de kern, met daaromheen één elektron draaiend. Zwaardere moleculen, zoals uranium, heeft een atoomgewicht van 234, wat aangeeft dat er zeer veel atomen, dus protonen, neutronen en elektronen, nodig zijn om één molecuul te maken dat de eigenschap van uranium heeft. Tot zover het moleculair niveau. Gaan we verder op atomair niveau, want we willen via deze aanloop op het elektron uitkomen. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz en 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10 uur 30 op PI2NOS en om 14 uur 30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me.